zo stil, op de hoek van de Linten en de Provinciestraat. In het midden van een razende stad. En hoe dat ik daar op die plek toen, op die moment beslist heb. Ik kom van de Bruno en van mij, ik kom van ons vooral een toneelstuk maken. De Snoek van Sjistof is eigenlijk het verhaal van een vriendschap. De vriendschap tussen mij en de Bruno. En eigenlijk hoe dat die is ontstaan. Hè. Bruno is iemand die ik echt is echt een vriend van mij. En tegelijkertijd in die zin ook eigenlijk al mijn vrienden. Dus ik heb zo een soort fictief verhaal gemaakt van eigenlijk al mijn vrienden. Omdat ik eigenlijk echt wel met dit stuk ook een ode aan de vriendschap wou schrijven. Dat is een beetje de bedoeling geweest. En op een bepaald moment, begon de Bruno ineens zo, dat was heel maf, begon hij ineens zo te schreeuwen. Hij nou zo'n zattigheid, te veel pieten. En toen zag ik zo dat er zo een traan over zijn kaak liep. En dat een van die tranen, een paar tranen waren, dat een van die tranen zo in die zijn pint viel. Voor de voorstelling De Snoek van Sjistof van het Martha Tentatief heeft acteur en tekstschrijver Johan Petit diep in zijn geheugen gegraven, op zoek naar herinneringen aan zijn overleden jeugdvriend Bruno, met wie hij lief en leed heeft gedeeld en met wie hij s'avonds aan de toog doorboomde over de Russische filosoof Sjistof. Sjistof is een totale maf die zo de hele tijd alle muren omver stampt. En die zegt dat alles mogelijk is. All things are possible. En dat vind ik eigenlijk een goed credo eigenlijk. Ik vind ook dat we niet stilstand, dat moeten we niet accepteren. Alles kan altijd anders en alles kan altijd beter. En daar gaat Sjistof zijn filosofie op en daar fluk ik natuurlijk op. Ik vind ook dat alles altijd anders kan. 1 plus 1 is niet altijd 2. Hè, als je een bergzand op een andere bergzand kapt, dan heb je geen 2 bergzand, dan heb je 1 grote bergzand. De Bruno was iemand die ik heel hard bewonderde. En die Sjistof alles altijd omvershotte, alles altijd anders deed. En die dat een enorme kracht had. En dat bewonderde ik heel hard in hem. En die was ook niet, soms was hij ook wel lastig, omdat hij deed niet veel aan compromissen. En die brak ook af en toe wel eens dingen af. En daarom was dat eigenlijk ook soms een moeilijke mens. Kurt, ik kom het hier opnemen. Ik zal de zinnen en woorden gebruiken waar ik zeker van ben dat ze gezegd zijn geweest. De grootte van een herfstappel. Het woord chemo, kansen en de zin, mijn kinderen zijn 6 en 8 jaar. Die woorden heeft een Bruno gebruikt. Daar ben ik zeker van. Ik vond het mooi. Ik vond het heeft mij geraakt. Ik vond het heel puur en heel authentiek. Ja, ik ben eigenlijk zo volledig weggeblazen eigenlijk. Dat gebeurt mij niet zoveel in een voorstelling. En ik kan alleen maar zeggen dat ik het vond heel eerlijk gespeeld. Ik vond het gewoon heel mooi en heel, het heeft mij geraakt. Ik vond het prachtig. Ik heb er enorm van genoten. Heel veel dingen uit het dagelijks leven, herkenbare dingen, heel vermakelijk. Ik vond, ja, super. De Snoek van Sjistof speelt nog in onder meer Berchem, Borgerhout, Antwerpen en Deurne.